Mick Schumacher zal volgende maand voor het eerst zijn opwachting maken als voorwaardig Formule 1 coureur. Nou, dit zal natuurlijk een bijzonder moment zijn voor de jonge coureur. En natuurlijk ook voor zijn hele familie. Ja, zeker nu er een vertrouwde sponsor met hem meekomt. De Deutsche Vermögensberatung is al hier ruim 25 jaar verbonden aan de familie Schumacher. Nou, wat begon als een simpel logo op de helm van Michael Schumacher in 1996... is inmiddels uitgegroeid tot een prachtige langdurige zakenrelatie. Het logo van de Deutsche Vermögensberatung prijkt jarenlang op de iconische petjes van de zevenvoudige wereldkampioen. En inmiddels ook op die van zijn zoon dus. Nou, gezien de nauwe band die het bedrijf met de familie heeft, zal het namelijk geen verrassing zijn dat de sponsor ook verbonden is aan Mick. Aankomend seizoen zal hij zijn officiële Formule 1 debuut maken, waarbij DVAG of de Deutsche Vermögensberatung ook weer terug op te zien zal zijn in de koningsklasse van de motorsport. DVAG zal altijd mijn eerste partner zijn en ik ben trots dat ik deze hechte relatie mag voortzetten, zegt Schumacher in een persbericht. Het raakt mij enorm om te weten dat de naam Schumacher al een kwart eeuw verbonden is met DVAG. Ik ben trots dat ik nu degene ben die DVAG ondersteunt in de Formule 1, vertelt hij met trots. Vertrouwen en loyaliteit zijn voor mij erg belangrijk en ik waardeer DVAG en de familie Pol enorm. Hetzelfde geldt voor mijn vader en de rest van mijn gezin. Samen begint er een nieuwe fase van ons partnerschap. Volgens Lawrence Barreto heeft Rebel Racing tijdens haar autolancering een duidelijk waarschuwing afgegeven aan de concurrentie. De F1-journalist verwacht namelijk dat de Oostenrijkse renstal nog redelijk wat te verbergen heeft. Rebel Racing sloot het Formule 1 seizoen van 2020 af met een prachtige overwinning in Abu Dhabi. Dat is een goed teken, zeker gezien de bolides van dit jaar minimaal veranderen. Personeel in Milton Keynes heeft de afgelopen maanden hard zitten sleutelen aan de bolide voor 2021 en heeft deze inmiddels officieel gelanceerd. De eerste beelden van de RB16B laten echter slechts het topje van de ijsberg zien van de auto, die vrijwel identiek lijkt aan die van vorig jaar. Lawrence Barreto verwacht echter dat er achter de schermen nog veel meer onderdelen klaar liggen dat men tot op heden gezien heeft. We zullen moeten wachten tot de wintertest en de eerste race om dat te kunnen zien, vertelt Barreto in een video van Formula1.com. Rebel is altijd heel slim. Ze plaatsen veel onderdelen op het allerlaatste moment op de auto. Vorig jaar hebben ze alle onderdelen op de laatste dag van de test ingezet, geloof ik. Verrast me dan ook niet dat het moeilijk is om verschillen tussen de afbeeldingen te zien. Er zijn wel kleine veranderingen op de auto te zien, maar bij een team van dit kaliber met deze middelen verwacht je wel dat ergens op de auto aanzienlijke veranderingen te zien zullen zijn. Er zijn de afgelopen paar dagen veel grappen gemaakt over het feit dat de Rebel livery vrijwel nooit verandert, maar volgens Barreto is dat juist een hele slimme zet. Het is tricky, want ze veranderen hun livery meestal niet zoveel. Dankzij de stijl van deze livery kunnen ze veel van wat er in de auto zit verbergen, door de auto op een bepaalde manier te fotograferen in de studio. Will Buxton merkte vervolgens wel op dat de bargeboards van de bolide dit jaar ontzettend opvallen. Dat is verontrustend voor hun concurrenten, antwoordde Barreto direct. Hij ziet het dan ook als een waarschuwing voor de concurrentie. Als Red Bull nu al comfortabel genoeg is om dit in zo'n vroeg stadium in detail te laten zien, dan hoeven ze niet alleen veel vertrouwen te hebben in hun performance, maar ook in wat ze voor de rest nog in petto hebben. En dat was hem dan, de GP Fans Nieuws Special van vrijdag 26 februari. Morgen zijn we er weer met een nieuwe sociable. Wil je dat niet missen? Nou, abonneer je dan super snel op dit kanaal. Want op die manier mis jij geen enkele Formule 1 content dat wij elke dag plaatsen. Tot de volgende video dan. Tot dan. Hoi. Devil booty, just a lava bag.